Ondertussen is de winnares van de Livia Award er komen bijzitten. Dat is Danielle Wouters. Zij is sinds 1993 actief met de dagelijkse leiding van Nijst Natuursteen in Bilze. En dat samen met haar echtgenoot Johan. Dag Danielle, een dikke proficiat. Dank je wel. Misschien even voor de mensen die het niet kennen, die Livia Award. Wat is dat eigenlijk juist? Goh, een uitreiking of een beloning op het werk dat een vrouw levert in een bedrijf. Ja, en dat wordt uitgereikt door? Uniso. Uniso. En ja. Het is die ketting die... Die ketting, ja. Dat is de award eigenlijk. Dat is eigenlijk, de trofee. Ja, dat is eigenlijk wel praktisch in één keer ook. Ja, hè? Want je kunt het dragen, gewoon dan een beker in ieder geval. Heel wat grote namen gingen jou al voor. We hebben Farah Diagira, die als eerste die prijs heeft gewonnen. Dan ook Greet Reme van Damhart en Hilde Rutte vorig jaar van Berghof. Had je verwacht dat jij daar in het rijtje kon gaan staan? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Nee, ik had het totaal niet verwacht. Ja. Want wat doe je eigenlijk juist? Goh, wat doen we niet? Wij zijn een bedrijf gestart in 1993 met handel in natuursteen voor tuinen. Ja. We hebben het uit de grond gestampt. We zijn begonnen zonder enige klanten. We mogen toch tellen dat we nu een 1000-tal aannemers hebben en een 200-tal groothandel. Ja. Dus dat is ook onze grootste groep klanten, plus wat particulieren. Ja. En hoe is dat voor jou gegaan om in zo de bouwsector terecht te komen als vrouw? Die dan... Niet altijd even gemakkelijk, nee. 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 Toch zeker op het begin niet, omdat... we hadden niet de mogelijkheid om bij ons nog personeel neer te zetten. Dus op het begin stond ik er helemaal alleen voor. Ja. Voor alle bestellingen klaar te zetten, te lossen, te laden. Ja. En werd je dan letterlijk? Letterlijk, ja. Werd je dan eens scheef bekeken soms door de mannen? Oh, de je werd toch wel raar bekeken, ja. Dat ze zeiden, die kent er niks van. Die kent er niks van. Of wat gaat die nu doen? Is je man niet thuis? Dat soort dingen. Is je man niet thuis? Of gaat jij dat laden? Kunt je dat wel? Ja. Maar ja, aldoende leert men natuurlijk ook. Hè? Ja, maar ik heb vroeger, mijn ouders waren boerenmensen. En mijn vader heeft ons altijd leren rijden met alles wat machines. Dus, ja, dat zat er al van jongs af aan. Ja. Ja. Dikwijls is het, als het gaat om uitreikingen voor vrouwelijke ondernemers, het feit dat, hoe doen ze dat? Hè? Die combinatie nog eens met gezin. Je hebt zelf ook 3 kinderen. Ja. Hoe zwaar is dat? Well, je groeit erin op. Hè. Ik bedoel, de kinderen die hebben nooit niks anders gezien. Dus duidelijke afspraken maken. En de momenten dat je er moet zijn, zijt je er wel. Je kunt wel eens zeggen van, hey, nu gaat dat gemakkelijker. Vroeger ging dat niet. Maar van... als ze mij nodig hebben, dan ga ik dan ook. Ja. Ik ben er niet altijd s'avonds of op het duur dat de school uit is, dan ben ik er niet. Maar voor en na. Heb jij, want goed, over het eigenlijk iets gelezen dat je er spijt van hebt, dat je je dochter soms met de nanny op schok hebt gestuurd? Ja, spijt niet. Ik zou alles min of meer hetzelfde doen van wat ik weer gedaan heb. Maar het heeft wel toe bijgedragen wat ik daarnet zei, dat ik nu op een andere manier mijn leven wil indelen. Ik wil niet meer hetzelfde doen. Mm-hmm. Ik heb dit weekend Latijnse woordjes zitten doen. Ik ken ze nu, de dochters nog. Ik heb meer wiskunde zitten doen. En dat heb ik vroeger allemaal niet kunnen doen en dat wil ik niet meer. En hoe reageren zij daarop dat je dat dan plots nu wel doet? Ja, sommige dingen zijn leuk, maar dat moeder daar zo zit te zeggen, ja maar nee, hier staat nog een fout, dat is natuurlijk iets minder leuk. Maar over het algemeen merk ik toch dat wij heel close, en dat zie ik ook, dat met de kinderen, dat het niet is dat wij uit elkaar gegroeid zijn, wel in tegendeel. Mm-hmm. Wij slapen ook samen in één bed, ga ik maar eerlijk zeggen. Ja, dat is zo gezellig. Niet dat wij zo arm in arm liggen, maar dan voel je toch s'nachts ineens zo'n handje om te voelen, is mama hier nog? Ja. En dat zijn grote dochters, letterlijk zo groot als ik, dus... Ja. Maar je ziet toch dat contact er is en dat nu de moment, hoeveel jaar heb ik nog om dat te doen, denk je. Mm-hmm. Merel, die wordt 15 dit jaar. Ja, het is nu of nooit. Tuurlijk, en dat begrijp ik wel. Ik hoorde Farah Diagira dat ook zeggen. Maar kijk, ik ga nu eens even iets rustiger aan. En je krijgt daar weinig respect voor, vind je niet? Dat is ook zo, ja. Alhoewel, ik heb nu op het moment dat ik het moeilijk kan laten. Dus we hebben het zelf uit de grond en heel hard moeten werken. Niet dat ik geen tijd wil maken voor de kinderen, maar ik heb het soms moeilijk om afstand te nemen van het werk, van het bedrijf. Je hebt nu die award, die ketting hangt mooi rond je hals. Wil je ook een voorbeeld zijn voor andere vrouwen of vrouwen die nog een beetje twijfelen van ja, zou ik het wel doen? Of, Ja, ik denk risico's als je wilt ondernemen, moet je sowieso risico's nemen, moet je ervoor gaan. Je moet gewoon iedere dag ervoor gaan en nooit omkijken, altijd vooruitkijken, hoe moeilijk dat soms ook is. En heb je dochters? Ik heb 2 dochters. Ja. Mogen die de zaak overnemen en hetzelfde doen als jij gedaan hebt? Die mogen dat doen, maar ik ben er nu nog niet klaar voor om dat te laten doen. Al af te geven? Ja. Dat hoeft ook nog niet, hè? Je kunt ze mee opleveren. Ik denk toch dat... één dochter, de oudste, die zou dat misschien wel willen doen, omdat ze meer in het bedrijfsleven... maar die gaat nog naar school. Hè. De tweede die droomt van verpleegster te worden. Dus,
Ja. En de jongste, dat is een manneke. Allee, een jongske die 8 jaar is. En ja, die heeft nog tijd. Die heeft nog tijd, ja. Okay, goed. Heel fijn, Danielle, dat je even bij ons bent geweest. Een dikke proficiat. En geniet van jouw jaar als Livia Award winnares.